gek werden booteigenaren in Enkhuizen van de diefstal van hun boten en buitenboordmotoren. Daarom is een jaar geleden de Facebookpagina Gestolen Boten Enkhuizen opgericht. Ja, je moet eigenlijk gewoon zien als een soort van buurtwacht. De mensen gaan er speciaal op letten. Soms lijkt het ook wel erg makkelijk voor de botendieven. We konden altijd gewoon alles laten, gewoon achter de boot laten hangen. Ik bedoel, en als je er een slot op zet, natuurlijk, het is handiger om het mee naar binnen te nemen. Maar het is ook soms bijna geen doen. Het blijft heen en weer sjouwen. Maar ook op slot doen helpt niet altijd. Maar ja, ik had vorig jaar een sloep. En die had ik helemaal volgebouwd met sturen en gashendel en alles. En die waren op een ochtend waren die gewoon compleet weg, helemaal leeg. Dus... Dankzij de Facebookpagina is toch wat teruggekomen. Ja, wel een kleine hoeveelheid. Ik heb een tank teruggekregen en ik heb mijn stuur teruggekregen. Van Mark Koelewijn is de hele boot teruggekomen. Hij weet zeker dat de sociale media werken tegen diefstal. Ik denk het wel, want ze kijken wel twee keer uit voordat ze wat aan de hand gaan halen. En nu is het gewoon, als er wat is, het is tam-tam. Iedereen geeft het aan elkaar door. En ja, kijk je wel uit. En vaak werkt het ook preventief, als iemand zich verdacht gedraagt. Dus dan ga je gewoon met z'n allen op letten van, we hebben daar gezien en daar gezien. Op een gegeven moment kan zo'n jongen ook niks meer. Dus dieven, opgelet, honderden Enkhuizers letten op u.